En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Ja, jullie denken, ik heb al 3 vlogs, heb ik al deze trui aan. Maar de laatste 3 vlogs, deze dus en de 2 vorige, heb ik op, echt achter elkaar opgenomen. Er waren gewoon nog even wat dingen wat ik nog even kwijt wou. We gaan nu, ja, je zal het wel weer verbaasd zijn. Ja, het is wel verbazendwekkend. Zo heb ik nooit iets. En nu heb ik het in 1 keer, 2 keer in nog geen maand tijd. Een unboxing. Ja, ja, een unboxing. En wat heb ik gekocht? Wat heb ik gekocht? Ta-da-da-da. Kijk eens. Ik zal hem er even groot bij halen, mijn grote vriend. Oh, mijn telefoon gaat ook af. Ja, ik heb net een foto geplaatst. Ik heb een stuur gekocht voor de PC. Ja, ik kan ook op de PlayStation kan ik hem ook zetten. Hij kan op de PlayStation 4, PlayStation 5. En op de PC kan die. En dit is mijn nieuwe stuur, jongens. Ja, ik vond het toch leuk om, om dit spel... om voor het spel Euro Truck Simulator een stuur te kopen. Toetsenbord kan wel, maar het is een beetje... Ja, het is een beetje balen. Het is allemaal een beetje net niet allemaal... Oh, iedereen stuurt een berichtje nou naar me toe. Maar we gaan de unboxing doen, jongens. We gaan de unboxing doen. Ik ga even een schaar pakken. Ik heb nog een kopje thee trouwens. Ik zit tegenwoordig heel vaak aan de thee. Heerlijk. Kijk, lekker bakje thee. Moet ik hem wel zo houden. Zo, lekker bakje thee. Zo. Dus, moet ik wel even een slokje nemen. Want als ik geen slokje neem, dan wordt mijn thee koud en dan vind ik zonde. We gaan even schaar pakken, jongens. En gaan we eventjes hem openmaken. Eindelijk, hij is er, jongens. Mijn stuur, hij is er. Gelukkig. Ik had een tijdslot van 6:30 en 8:30. En het werd al 7:15 en zo. En er was nog niemand. Ik denk, oh nee, hè. Het zal toch niet weer waar wezen. Maar hij is er, jongens. We gaan eventjes... ik ga even kijken of dat ik eventjes het anders kan doen. Want dit is een beetje irritant. Wacht even. Gaat dat zo lukken? Ja, zo gaat dat wel lukken. Hè? Zo gaat dat wel lukken. Nou, ja, nou ja, het moet maar. Jongens, daar gaat hij, de schaar erin. We gaan eventjes het plakband openmaken. En hier ook. Oh, dan ben ik jullie nog vergeten te vertellen over mijn ervaringen met de Intertoys. Ik wou ditzelfde stuur wou ik bij Intertoys gaan halen. Wacht even hoor. Ik ga hem openmaken. Nou, dat gaat weer niet zoals ik wil. Omdat daar ook weer een plakbandje zit. En daar zit ook weer een plakbandje. Marco. Haal dan eerst die plakbandjes los. Zo. Die is zo. Die zo. En ga ik zo vertellen. Ik ga zo het verhaal vertellen van Intertoys. Nou, dit is het stuur zelf. En dit zijn denk ik de voetpedalen. Ja, dit zijn de voetpedalen. Wat is dit dan, joh? Oh, dat hoort denk ik zo. Dat hoort denk ik nog hierop. Dus ik zal het even laten zien. Ik zal het plastic eraf even afhalen. Kijk eens, jongens. De gaspedalen. En dan hier ook het stuur. Die moet in ieder geval daarop. Hop. Ja, hier zit die bekabeling daarop en die moet dan daarop. En dan hier het stuur. Mooi, hè, is die, hè? Prachtig. Kan dat nog een beetje? Je kan hem niet helemaal ronddraaien. Nee, je kan hem niet helemaal ronddraaien. Voor mij kan dat op het moment echt stuur ook nog ineens. Zo. Mooi, hoor. Prachtig. Nou, gaan we hem zo even installeren, jongens. Mijn verhaal, wat ik wou zeggen, van Intertoys.
Ik wou dit stuur dus precies hetzelfde stuur wou ik kopen bij Intertoys. 129,99 was het. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik was na de tweede kerstdag. Was ik eigenlijk al mee bezig van joh, ik ga toch dat stuur kopen. Maar ja, tweede kerstdag is alles dicht. Dus ik denk, nou, dan ga ik na de kerst ga ik kijken of dat lukt. Nou, ik gekeken. Ik naar Intertoys toe. Eerst Intertoys in Spijkenisse op Akkerhof. Niet te krijgen. Nou, ik denk, nou ja, dat kan nog gebeuren. Ik had al gekeken op de website van Intertoys. Stond op, Hoogvliet stond op van dat hij op voorraad was. Ik naar Hoogvliet gereden. Hadden ze hem ook niet. Nou, toen zei die vrouw van ja, je moet eventjes kijken bij bol.com. Want daar kun je hem ook bestellen. En de enige plek waar hij nog beschikbaar is, dat is in Boskoop. En dat is gewoon 50 kilometer rijden. En toen zei ik al van nou ja, ik heb geen zin om 50 kilometer te rijden voor een stuur. Dat vind ik een beetje belachelijk. Dus ik ga wel even kijken thuis. Nou, bij Intertoys dus 129,99. Hou dat in de gaten. Ik op bol.com gekeken, kwam ik precies hetzelfde stuur tegen. Wat denk je? 99,99 cent. Dus ik heb gewoon €30 gewoon bespaard. En ik heb nu het stuur heb ik nou gelukkig. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik ga het eventjes installeren. En dan spreken jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Nou, en daar is Ramonski, hè? Ja. Ja, ik vind het wel makkelijk, want dan kan ik het filmen terwijl er iemand aan het rijden is. Ja. Dat zijn de pedalen en hier het stuur. Ik moet alleen op het stuur vastzetten. En ik moet nog even wennen, want het is echt wel ontzettend wennen om met een stuur te rijden. Dat is toch een stuk moeilijker dan met het toetsenbord. Ja, mooi hè. Maar je moet ook, je kunt het ook helemaal afstellen en zo, dus dat moet ik allemaal nog doen. Dat doe ik allemaal morgen op mijn gemakje even. Maar leuk in ieder geval. Leuk. Ja, precies leuk. Dan maak je alweer schade. Ja, nee, ik wou zeggen, hij doet iets beter dan ik, maar... Het is redelijk. Ik doe het zelf voor... Wow, ja, nee, hij doet het dus helemaal niet goed. Nee, dan zit dat op. Nou, ga er maar altijd vandaan, want je brengt me alleen maar schade toe, jij. Heel veel vrachtwagen weer in de kreukels, godverdorie. Vat de boel. Echt een zonde, hè. Zo jammer weer, hè. Ja, jammer momentje. Ramonski. Ja, dat is een jammer momentje. Ja, echt een jammer momentje. Maar leuk. In ieder geval ben ik er wel hartstikke blij mee. En ik zit te denken om de livestreams dan de camera zo te plaatsen dat je mij ziet rijden. En dan het stuur ziet voor de webcam. Dan kan je naar het stuur kijken hoe ik aan het rijden ben in een klein beeldje. En dan natuurlijk het grotere beeld dan gewoon deze achtergrond natuurlijk. Wat we normaal op doen. Maar dan als webcam, als klein webcammetje, een cammetje eigenlijk zo zetten. Dat je precies ziet hoe ik aan het sturen ben. Dat is wel leuk. Dus. Dat is goed. Nou in ieder geval, dat was hem in ieder geval. Nou jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in, abonneer voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende vlog. En voortaan Euro Truck Simulator met een stuur. Dat is ook wel leuk. We gaan weer hele leuke livestreams doen met Euro Truck Simulator. Jongens, groetjes van deze kant. Abonneer dus, liken en het notificatiebelletje aanzetten voor de notificaties. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Dag Ramon, doei. Doei.